video. Normaal doe ik een gewone J&A. En met een gewone J&A bedoel ik een J&A van één boek. Dus één recensievideo. Maar ik had nog een paar beloftes gedaan. Maar toen had ik dus geen ruimte meer in mijn schema. En het lukte me maar niet om die video's op te nemen. En allemaal nog los te editen. En ergens in mijn schema ertussen te zetten. Dus ik heb besloten die vier boeken bij elkaar te gooien. Dus vandaag ga ik vier boeken recenseren. Ik begin zometeen met Tweedehands Vleugels van Vanessa Gerrit. En dan komt 54 minuten van Marieke Nijkamp. Zwaard van Glas van Victoria Aveyard. En 10.000 hemels boven jou van Claudia Gray. Maar eerst begin ik dus met Tweedehands Vleugels. Dit boek is geschreven door Vanessa Gerrit. En uitgegeven door Dutch Venture Publishing. Ik mocht het boek een tijdje terug corrigeren. Inmiddels heb ik ook deel 2 al gedaan. En vandaag ga ik dus eerst vertellen wat ik van deel 1 vond. Nou, het verhaal gaat over Max en Lucy. Max snijdt Lucy's vleugels af en steelt ze. Maar door haar aanblik zal hij dit voorval niet snel vergeten. Lucy is namelijk een beschermengel en Max een kraai. Tegen beter weten in hoopte Lucy dat haar vleugels vanzelf eraan zullen groeien. Want wat is een beschermengel zonder vleugels? Lucy heeft haar taak als beschermengel altijd heel serieus genomen. En haar taak is er onder andere te zijn voor haar bestemmeling Catherine. Maar wanneer ze haar vleugels kwijt is, is ze eigenlijk bang dat dat niet meer gaat lukken. Natuurlijk probeert ze het alsnog, maar dat brengt haar gewoon flink in de problemen eigenlijk. En toch, ook al heeft Max haar vleugels van haar gestolen, van haar afgenomen en is hij een kraai, ze blijken toch een soort een sterke band te hebben. Nou, Tweedehands Vleugels is een urban fantasy. Tenminste van wat ik begrepen heb, want ik ben niet heel erg thuis in de verschillende subgenres van fantasy. Maar ik geloof dat ik gelezen heb dat het dus een urban fantasy is. En ik vind ten eerste de schrijfstijl van Vanessa heel mooi. Ze zet echte en fijne personages neer met wie je echt mee kan leven. En ik vind het gewoon een heel mooi boek. Het maakte nieuwsgierig naar meer, want toen heb ik natuurlijk het vervolg nog niet gelezen. En als je van fantasy houdt, is het dus absoluut een boek dat ik aan zou raden. Dus voor mij is Tweedehands Vleugels een echte J. En ik heb het boek 4 sterren gegeven. Het volgende boek dat ik ga bespreken is dus 54 minuten van Marieke Nijkamp. En dit boek gaat over de school Opportunity High. Waar op een dag opeens een schietpartij uitbreekt in de aula. De schoolbel is net gegaan en opeens horen mensen dus schoten. En niemand verwacht dus echt dat er dus een schietpartij is in die aula. En dat er serieus mensen doodgeschoten worden, neergeschoten worden voor hun ogen en dat ze zelf het volgende slachtoffer kunnen zijn. En over dit boek wil ik eigenlijk niet te veel vertellen, omdat ik dan bang ben dat ik ga spoileren. Maar dit is een boek waar ik zo enthousiast over ben. En ik heb altijd gezegd, een van mijn favoriete young adult boeken is Hate List. En dat boek is geschreven door Jennifer Brown. En dat gaat dus over een schietpartij op school. Maar dat was echt dat, dat er een haatlijst was. En dat er heel gericht op die personen werd geschoten. En in 54 minuten is het ook best wel random. Eigenlijk als je een kick geeft of verkeerd kijkt naar de schutter, dan schiet hij je al gewoon neer. Ja, en zeker in deze tijd is het verhaal nog steeds heel erg actueel. Misschien wel actueler dan ooit. En als je het zo leest, en het is echt 54 minuten, je zit er echt middenin. Er is geen voor, er is geen na. Er is echt gewoon die 54 minuten van de schietpartij. En je hebt echt het gevoel alsof je in die aula zit. Alsof jij er als lezer bij zit. Het is heel beklemmend geschreven en dat vind ik heel knap van een auteur. Marieke Nijkamp is een Nederlandse auteur, maar heeft eerst haar boek dus zelf in het Engels geschreven en brak daarmee door in Amerika. Ze stond serieus in de top 10 van de bestsellerlijst van de New York Times. En inmiddels is het boek door HarperCollins vertaald en het boek mocht te corrigeren voor de uitgeverij. En daar was ik echt heel erg blij mee. Ik denk dat dit ook wel een van mijn favoriete boeken van het jaar is. Dus ten eerste is het absoluut een J. Dat kan gewoon niet anders. Dit boek blijft gewoon heel lang hangen, denk ik. En ik geef het boek 5 sterren. Dan ga ik verder met Zwaard van Glas met Victoria Aveyard. Ik heb een tijdje terug Rode Koningin gelezen. Daar was ik echt heel enthousiast over. Ik vond het zo'n gaaf boek. Er zaten hele beeldende stukken in, hele beeldende scènes. En het was goed geschreven. Er was een spanning die opgebouwd werd. En aan het einde was ik me echt heel erg benieuwd dus naar het vervolg. Nou, hier is eindelijk het vervolg. Maar eventjes zeggen dat ik de cover weer prachtig vind. Maar wat vond ik van het boek? Nou, voor Zwaard van Glas moet je natuurlijk wel al deel 1 gelezen hebben. Dus heb je dit niet gelezen, zet ik hier eventjes onderin een plaatje met spoiler alert. Dat je weet dat je dat stuk moet overslaan. Zodra het plaatje weer weg is, kun je weer luisteren. Het boek gaat over Mare. Zij is rood en ze is zilver tegelijk. En dat betekent dat ze sterker is dan enkel een rode of een zilveren. En het leger zit achter Mare aan omdat ze denken dat zij een terrorist is. En dat heeft te maken met het einde van het vorige boek. En ze zitten ook achter Kel aan omdat ze hem verdenken van de moord op de koning. En wat er in dit boek gebeurde, voor mijn gevoel, was dat het vooral ging om de vlucht. Of over het op de vlucht zijn. Maar de verwachte vechtscènes en de spannende gebeurtenissen, die kwamen maar niet. Dus waar er in deel 1 naar opgebouwd was, werd er in deel 2 verder opgebouwd.
Maar had ik verwacht dat het, ja, dat het ook in deel 2 al zou komen. En ik denk nu dat ik daarvoor moet wachten op deel 3. Het boek las wel heel lekker weg. En dat ligt vooral aan de schrijfstijl en aan de vertaling. Dat is echt heel goed gedaan. Dus ik las hem wel in een ruk uit. En het begin vond ik juist weer heel veelbelovend. Waardoor ik echt dacht van nou, goed vervolg. In het midden raakte het boek mij een beetje kwijt. En dacht ik van ja, oké, er gaat nog iets gebeuren. Maar het einde maakt me toch weer heel nieuwsgierig naar het vervolg. Dus ik wil alsnog deel 3 lezen. Dus ik hoop dat daarin alsnog de spanning komt die ik nu al had gehoopt. En de vechtscènes en alles wat ik verwacht van deze reeks. Maar Zwaard van Glas was het voor mij net niet. En ik geef het boek, Zwaard van Glas dus, dus geen volmondige nee, maar een voorzichtige nee. Met een aansporing van ik hoop dat het volgende deel wel echt weer, ja, alles heeft wat er in het eerste deel zat. Dus ik geef het boek 3 sterren. Dus ik vond het niet een slecht boek, maar ik vond het ook geen waanzinnig boek. En kan er dan net geen J voor geven, omdat het net niet genoeg was voor mijn idee. Maar misschien heb jij een hele andere mening. En misschien wil je jouw jee of nee ook wel toelichten hieronder de video. Maar ik ben dus wel heel benieuwd naar deel 3. En ik ga het ook weer zeker lezen. En het laatste boek dat ik bespreek is 10.000 hemels boven jou van Claudia Gray. En de cover is natuurlijk weer prachtig. En 10.000 hemels voor jou is dus ook een deel 2. Dus mocht je deel 1 nog eerst willen lezen, hier weer even een plaatje van spoiler alert. En ook dit stukje kun je doorspoelen. Dit is deel 1, 1000 stukjes van jou. Daar was ik al heel enthousiast over. En daarna mocht ik dus 10.000 hemels boven jou corrigeren voor HarperCollins. Nou, het verhaal gaat direct verder met waar deel 1 geëindigd is. Dus je moet echt eerst deel 1 gelezen hebben. Marguerite Kane reist door de verschillende dimensies met haar vuurvogel. En dit doet ze om haar vriend Paul te redden. Maar er is ook een vijand. En dat is iemand die de vuurvogel in zijn handen wil krijgen. En er dus minder goede dingen mee wil doen. En diegene heeft Paul's ziel versplinterd en over 4 dimensies verspreid. En samen met Theo probeert Marguerite al die splinters te vinden om Paul uiteindelijk te redden. Nou, over dit boek kan ik eigenlijk maar heel kort zijn, want ja, het is gewoon, ik denk dat iedereen wel al weet wat ik van dit boek vind. Het is spannend. Er zit een cliffhanger in, waardoor ik echt zo graag deel 3 wil lezen. Alsjeblieft, HarperCollins, mag dat boek ook weer corrigeren. Ik vond het boek serieus nog beter dan het eerste boek en, of het eerste deel, en dat vond ik al waanzinnig. Dit is echt, wauw, niet alleen een prachtige cover, maar gewoon echt een mooi verhaal. Zo goed geschreven. En als je deel 1 goed vindt, ja, dan vind je deel 2 ook geweldig. En ik ga er gewoon vanuit dat deel 3 ook fantastisch is. Dus natuurlijk is het boek geen verrassing, een echte J. En ja, ik kan het gewoon echt iedereen aanraden. En zo'n fijne schrijfstijl, zo goed geschreven. En dit boek moet ik ook gewoon echt wel 5 sterren geven. Nou, dit was mijn mega grote J or nee van vandaag. Alle boeken een keertje bij elkaar, omdat ik ze echt allemaal nog wilde bespreken en er ook een paar keer naar gevraagd werd. Sorry dat het zo lang duurde, maar het was echt heel erg druk de afgelopen tijd. En toen had ik een heel strak schema voor Bookshop gemaakt en toen, ja, dat strakke schema is heel erg leuk, maar dan is er geen ruimte meer voor spontane dingen ertussendoor. Maar ik hoop dat ik het zo goed gemaakt heb en ben benieuwd of jullie deze boeken al gelezen hebben. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen en ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. Ik zie je weer bij de volgende video. Doei doei!